Ik hoor wel eens wat van deze, of gene, ook wel eens. Ja. Ik had op een gegeven moment heel veel met ambulancebroeders had ik zitten praten. En een van de jongens die vertelde me ook een verhaal, jongen. Dan moet ik het goed vertellen. Die ambulancebroeder die kreeg op een gegeven moment een oproep. Die moest naar een bepaald adres. En op dat adres, daar woonde een man. En die was alleen thuis. En die had porno zitten kijken. En die was geil geworden. En die had gewoon zo'n kaars in zijn anus gestopt. Maar te diep. Dat ding was naar binnen gevloept. En hij was in paniek geraakt en hij durfde niemand te bewegen. Die had 112 gebeld. En die ambulance was gekomen. En die ambulancebroeder was met zo'n latex handschoentje. Was die in die anus gaan poeren. Maar gaandeweg kwam die ambulancebroeder erachter dat die man helemaal geen kaars in zijn anus had. Nee, die man vond gewoon wel geil dat er iemand met een latex handschoentje. Ja, en nou komt het. Die man was dus een bekende Nederlander. En ik weet wie. Ja, ik kan niet zeggen. Ik zou het graag willen zeggen, maar ik kan niet zeggen. Nee, die jongen heeft beroepsgeheim en ik indirect daardoor ook. En ik hou ook niet van roddelen. Hij wel, hij heeft een dagelijkse roddelrubriek op RTL 4. Het maakt in die zin ook niet uit. Ik denk echt niet minder over zo iemand vanwege zo'n incidentje. Echt niet. Dat zou ook hypocriet zijn. Kom op, alle mannen zijn in meer of mindere mate smeerlappen. Weet je, dat is gewoon zo. Wat hoor ik nou? Aan de snelheid van iemands baardgroei kun je opmaken hoe vaak iemand aan seks denkt. Omdat denken aan seks testosteron aanmaakt. En testosteron bevordert de baardgroei. Ik weet niet of het waar is, maar ik hoorde het net op de radio in de kleedkamer toen ik me stond te scheren. Ja. Wat? Nee, maar het is toch zo. Alle mannen zijn toch viespeuken. Gewoon allemaal, zonder uitzondering. Allemaal viespeuken. Viespeuk, dat is het woord. Dat kun je tegen elke willekeurige man op straat roepen. Hé, hey, viespeuk. En elke man zal denken, oh shit, ze weten het dus. Ja, dan denk ik, kom op, dames. Neem het ons niet langer kwalijk. Duid het ons niet euvel. Nee, sterker nog, de enige reden waarom wij er überhaupt zijn, is omdat wij viespeuken zijn. Ik geloof in de evolutie. Of zoals wij in Eindhoven zeggen, ei, evolutie! En natuurlijk, ik ben me er terdege van bewust dat er ook mensen zijn die geloven dat wij niet van de apen afstammen. Nou, die mensen hebben nog een punt ook, want die stammen ook niet van de apen af. Dat zijn nog apen. Ja, maar ieder weldenkend mens. Het is niet voor niks dat wij in de biologie, gewoon in de wetenschap, zijn wij ingedeeld bij de primaten. Wij zijn primaten. De gorilla, de bonobo, de chimpansee, dat is onze familie. Wij zijn primaten. Alleen zijn wij de enige primaten. Enige, dus niet enigste. Want als enige ben je al de enige. Dus kan er geen sprake zijn van een overtreffende trap. Dat hoeven jullie niet te weten voor tentamen, maar ik wou het niet onvermeld laten. maar wij zijn de enige primaten zonder botje in onze penis. Die andere mensapen hebben hier allemaal een botje zitten. En wij, de homo sapiens, niet. En dat is, in eerste instantie is dat een groot nadeel. Omdat het daardoor voor ons veel moeilijker is om een erectie te bewerkstelligen. En dan komt natuurlijk meteen het voortbestaan van de soort in het geding. Omdat wij nou eenmaal nageslacht produceren. Doordat we zaad uit de erecte penis in de vagina spuiten, zoals ze dat plegen te noemen. Als in, ah schatje, ik ga spuiten. En nou ja, vaak komt het ook naar buiten op een manier dat je het ook met recht spuiten kan noemen. Maar laten we eerlijk zijn, even vaak sijpelt het mondjesmaat naar buiten. Als uit een dichtgekoekte tube hobbylijn.
Maar je gaat niet roepen, oh schatje, ik ga sijpelen. Hè? Nee, dat doe je niet. Vergeet sijpelen. Wat was ik in godsnaam aan het vertellen? Wij hebben hier geen botje zitten. Weet je? En in eerste instantie is dat een nadeel. Maar hoe wij op ingenieuze wijze van dat nadeel een voordeel hebben weten te maken, is omdat wij zijn onze hersens gaan integreren in het liefdesspel. Weet je, wij zijn gaan fantaseren. Wij zijn ons dingen voor gaan stellen. Een pinguïn doet dat niet. Nee, een mannetjespinguïn die een vrouwtjespinguïn ziet lopen, gaat zich niet voorstellen hoe ze er naakt uit zou zien. Nee, want die zijn al naakt. Ja, nou zie ik hem op beteuterde smoeltjes. Pinguïns, naakt, je hebt toch een jasje aan? Nee! Dat is een jacket, hè? Nee, maar wij zijn onze hersens gaan gebruiken op een manier die volstrekt uniek is in het dierenrijk. Die uniek is op de planeet en zover we weten uniek is in het universum. Dat is mijn theorie. Onze eerste gedachten waren seksueel van aard. Maar op een gegeven moment is die geilheid even weg. Maar die hersens die gaan gewoon door. En dankzij die hersens zijn wij zo ver gekomen. Dankzij die hersens hebben we alles naar onze hand kunnen zetten. En dankzij die hersens hebben wij, ondanks alle tegenslagen, oorlogen, hongersnoden, epidemieën, hebben wij steeds maar omstandigheden weten te creëren die beter werden. Alleen heb ik het idee dat wij, en bedoel ik eigenlijk de complete westerse beschaving, dat wij op dit moment op exact hetzelfde punt zitten als ikzelf. Dat langzaam het bewustzijn binnendruppelt dat de beste periode achter ons ligt.